I'm just a face. Het ziekenhuis Rijnstaten ziet iedere dag tussen de 4.000 en 5.000 mensen de deur passeren. Ieder met hun eigen verhaal. Ik vraag hun naar hun dromen, hun herinneringen die soms mooi en soms verdrietig zijn. Ik ben op het bankje bij het Rijnstaten. U bent hier op het bankje, zit te wachten. Ja. Moet u in het Rijnstaten zijn? Ja. En waarvoor? Ik moet voor een scheur in de binnenmeniscus. En dan moet ik eerst eventjes bij de narcotiseur zijn. Ja. En dan word ik volgende week woensdag geholpen. Een scheur in, wat heeft u gedaan? Gevoetbald? Nee, is gewoon... Ik ben wel een paar keer gevallen, maar verder weet ik niet hoe het komt. Ik heb alleen nog ontzettend veel pijn. En daar loop ik al 4,5 maand mee. Doe er maar een lap om de arm, dan is iedereen, wat heb je. Maar en dat is met alles, van binnen zien ze dat, en dat hoeft ook niemand te zien. Is dat goed als ze het van binnen niet zien bij u dan? Nou, ik loop er ook niet mee te koop. Dat heet er van pijn, pijn, pijn. Maar bent u zo? Bent u in uw leven? Nou, ik vind gewoon, ik ben wat gehard, denk ik. Als mensen zitten te zeuren van, ik heb dit en ik heb dat. En dan denk ik, mensen, hou alstublieft op. Er zijn zoveel mensen die helemaal eens niks kunnen. Of die kanker of zoiets hebben waar niks meer aan te doen is. Die mensen hoor je vaak niet eens. Het zijn vaak de mensen die weinig hebben het meeste zeuren, hè? Precies. En door wat je in het leven meegemaakt hebt, word je denk ik ook wel wat gehard daarin. Heeft u veel in uw leven meegemaakt? Ja, kan je wel stellen, ja. Ja? Ik heb heel veel meegemaakt. Wat is het leven? Wat heeft het leven nou, mijn jeugd is nooit zo prettig geweest. En dan ga je trouwen. Gelukkig heb ik een goede man. Ja. En dan zijn we volgend jaar 50 jaar al getrouwd. Oh, dat is wel super. Ja. Dat hoor je niet vaak. Maar alleen ik twee kinderen kwijt, een meisje voldragen, verloren. En 69. En jong en 80 verongelukt. Twee kinderen verloren? Ja. Twee? Ja. Meisje 69. En een jong dan een 80. En 1980. Hoe oud was die? Die is jong, overleden, ja. Die verongelukt is. 16. Moest nog 1 uurtje examen op te doen. En 's morgens was dat gebeurd. Ja. Maar hoe pak je zoiets? Ja, ik ben zelf moeder, hè? Maar nou, hoe pak je zoiets? Je leeft in een roes, hè? Je hebt wat, je moet gewoon. Je gaat gewoon weer door. Ik zie het zoals mijn leven vaak als een strijd. Van dat kindje bijvoorbeeld, dan ga je weer door. Je moet door. Dan ga je van mijn zoon die verongelukt is. Dat is ook weer een strijd. Ga je ook weer door. En through it, oh, she offers me protection. A lot of love and affection. Whether I'm right or wrong. Maar hoe ga je door als je twee kinderen verliest? Ja, maar je hebt nog 1 zoon. En je hebt een man. En dan, maar het is een begin natuurlijk niet, dat je nou, dat is echt, waar ga je door en haal? Maar blijft zoiets, want dat is, hoe lang is dat nu geleden? Dat in 1980 is dat gebeurd. 20, 30, 32 jaar geleden. Ja. Leeft zo'n kind elke dag nog bij je? Ja. Ja? Ja. Bij mijn man ook. Op welke manier is hij aanwezig, buiten dat je het misschien voelt? Ja, als we nou naar... het kerkhof toe gaan en zo. Nou, dat is ons plaatsje. Dit hoort bij onze tuin, zeg maar. En als ik wel eens naar de foto kijk. En ook af en toe wel eens als ik over dat punt van waar die verongeluk is. Dan word ik helemaal naar. Heel naar word ik dan. En dat was in het begin ook wel heel erg hoor. Maar als je op dat punt komt... Denk je jezelf dan van hoe is hij nou overleden of weet u dat eigenlijk wel precies? Ja. Dat is net of er een auto op mij afkomt en dat ik hem heel hard hoor gillen.
Weet je wel, zo. Maar heeft u nog afscheid van hem kunnen nemen of was hij op slag dood dan? Met het ongeluk? Nee, hij is morgens verongelukt. En we hebben de hele dag in het ziekenhuis gezeten. En s'avonds, we dachten dat hij sportman was. Hij deed wielrennen en worstelen. En ja, hij is sterk, dachten wij. Hij komt er wel doorheen. We hadden nog hoop. Tot op een gegeven moment, s'avonds 10:00... Ja, toen kwamen ze zeggen dat hij dus overleden was. En dan heb je eigenlijk toen die tijd, en je hebt ook eigenlijk geen opvang. Nee, was er niemand die zei... Nee, ja, er komt wel iemand zeggen dan dat hij overleden is. En dan ga je nog even naar hem toe en dan is, dat was het dan. I'm loving angels instead. Ook met de bloemen halen in de winkel. Af en toe dan dat draaitje maak wel om als je in de winkel komt, moet er een kaartje aan. Bijvoorbeeld. Nou, dan wil je ook flink zijn en dan... Nee, hoef je geen kaartje aan. Maar dan ga je naar het kerkhof toe, vooral in het begin. En ik ging ook wel eens alleen. Dan ga je op een bankje zitten. En dan ben je gewoon bij hem. En praat je dan met hem? Ja, dan praat je ook met hem. Ja, over wat er zo in die week gebeurd is? Of? Nou, gewoon dat... ik praat gewoon met hem van... dat je veel van hem gehouden hebt. En waarom dat hij je... Dat allemaal zo gebeurd is. Ik denk wel dat hij heel trots en, is. En ook red me. Maar hij zei... Help me, of zo. Ja, ook? Ja, en ook met de verjaardag of iets dergelijks. En ik was iets aan het klaarmaken. Dan gunde ik die anderen die in de kamer zaten in feite niet wat lekkers was. Want dan dacht ik, dat had hij ook graag gelust. Hoe heette die? Ronnie. Ronnie. Dus u praat met Ronnie en die vraagt gewoon nog steeds hulp van hem. Van ja, hem, kracht. Van, een beetje kracht in de geest. Ja, maar dat herken je heel erg. Toen ik werkte bij de thuiszorg, toen dat je oude mensen, die waren ook met overleden aan het praten. Doordat je zelf iets meemaakt en dan kan je het ook veel meer begrijpen. Nou, maar ik geloof ook nooit dat als iemand overlijdt, denk ik, dat is alleen een omhulsel. Die ziel moet ergens zijn. En dat is denk ik waar je ook mee praat. Die moet ja, er toch ik nog kijk, zijn. Als ik bij het kerkhof ben, dan kijk ik dwars door die grond heen. Ja? Ik zie hem gewoon. En ook wel, ik zie hem op de bank liggen bij ons. Ja, dat ziet u echt? Ja? Ja. En heeft u wel eens tekenen gehad voor uw gevoel dat hij bij u was? Dat hoor je wel eens, toch? Nou wel, ik heb wel eens gehad dat ik in bed lag en dat hij voor de deur in één keer stond. Helemaal zo. Ja? Ja. Wat voor gevoel geeft dat dan? Fijn? Nou, was heel mooi. En dan later was het heel verdrietig. Want hij was weg. Dan stond hij voor de deur zo en begon hij te lachen. En toen was hij weg. Maar iets ergers als een kind wegbrengen is er niet in het leven, toch? Nou, ik zeg nogmaals. Het is in het begin zijn wij door een hel gegaan. Dat ik wel eens de gordijnen gewoon dicht had. En dat ik dacht, als Rob weg was, of mijn man dan... Dat ik dacht van, nou, er hoeft niemand te zien naar huilen. Maar waarom niet? Nee, dat hoeft niet, want dan dacht ik, ik wil gewoon even zelf mijn eigen zijn. Ja. Maar u mag toch wel verdriet hebben voor anderen? U hoeft toch niet altijd blij te zijn? Nee, maar ik heb ook vaak wel eens, maar dan, je hebt ook wel eens, als je ergens bent of zo, dan slik je het wel eens gewoon weg. Dat je niet altijd wil gaan huilen. En zijn verjaardag en dat soort dagen, dat viert gaan we altijd naar het kerkhof. Ja, elke week gaan we erheen, naar het kerkhof. En dan hebben we weer een voldoening dat het daar weer netjes is.
zwaar leven gehad. Heel zwaar leven gehad, ja. Alleen het geluk hebben we wel van... We hebben 3 schatten van kleinkinderen. En ik heb een hele goede man. Maar hij mag trots zijn op u en uw dochter ook. Zo'n sterke moeder. Maar die heb ik dan niet gekend. Nee, maar hè? Toch. Dus het is toch, het je, is hebt toch, negen je hebt gedragen. Je hebt 9 maanden gelopen en we hadden alles nieuw. Alleen, dat was toen ook een hele andere tijd. De voetjevrouw die deed dat allemaal. Dat is niet net zoals nou. Dat je allemaal die onderzoeken en zo. Je draagt dat 9 maanden in je fantaseert erover en dan was zo'n kind. En dat is het doodgeboren. Hele zware bevalling gehad. Zij had mij eigenlijk naar het ziekenhuis moeten laten gaan. En ik heb de bevalling gewoon op kranten moeten gaan staan en zelf douwen. Echt waar? Ja, het kindje was dood toen ze bij ons kwam. Dat wist ze al. Ik denk dat ze het al wist. Ik heb eerst de bevalling zo gedaan. En toen kon ik niet meer. En toen zei ze, ga maar even staan met kranten. En dan moest ik zelf elke keer douwen. En toen ging ik op bed liggen. En toen zei ze, toen kwamen eerst de voetjes, het ruggetje. Ze zei, nou het hoofdje wilt er niet uit, je moet naar het ziekenhuis. Ze zegt, het kindje is dood. Deze elke keer een luier eroverheen leggen. Maar ja, dan ben je nog aan het bevallen en dan hoor je dat je kindje overleden is. En toen kwam de ziekenwagen. Moest even nog, we hadden geen telefoon. Moest even een ziekenwagen bellen. Ik dacht, als schiet toch op. En dan zo op de brancard met het kindje, het hoofdje nog erin, werd ik naar het ziekenhuis gebracht. En ik zat elke keer naar die raam te kijken of we nog niet te waren. Maar dat gaat allemaal zo snel. Er was een diakonaal ziekenhuis toen, dat gebeurde. Werd op een apart kamertje gelegd. Waarom leggen ze me niet bij anderen? Nee, dat doen ze voor dat andere mensen hebben een kindje gekregen. En ik had dat dan niet. Ik moest dan op een apart kamertje. En de 5e dag, toen mocht ik er weer uit. Heb ik zelf gevraagd. En heeft u het kindje wel gezien? Ook niet. Was in die tijd ook niet? Gelijk. Was er meteen weggedragen. En Rob, dat is ook een drager dan. Is wel begraven. Maar allemaal heel hectisch allemaal. Wat zult u veel mensen vinden klaar om niks? Waar we het begin over hadden, denk je, jongens, we hebben het over. Ik heb 2 kinderen verloren. Ik heb af en toe wel eens een denk ik, hou toch een keer even lekker stil, ja. Ja, en dan maak ik nog wel eens een geintje en zeg ik, als ik hier druk, heb ik daar pijn. Weet je wel, op terug. Als u nou 1 mooie herinnering voor uzelf mag opwekken. De mooiste herinnering voor u? De mooiste herinnering is dat ik mijn man heb leren kennen. En dat we toch geen gekke dingen en dat we alles samen opgebouwd hebben. En als u nou nog 1 wens mag laten uitkomen? 1 wens, dan hoop ik dat we toch nog, dat ik nog heel lang met mijn man, dat we de 50 jaar halen volgend jaar. En dat de kleinkinderen gezond blijven en mijn zoon. Nou, dat is eigenlijk, meer wens heb ik eigenlijk niet. I'm just a face in the crowd. You probably don't know me, as I don't stand out.